Een balletje slaan met oud-professional Raymond Sluiter. Vandaag kon het tijdens de open dag van tennisclub Soeburg. De oud-topspeler probeert op deze manier mensen aan het tennissen te krijgen. Ja, tennis is voor iedereen. Hè. We zien hier nu de jongsten, maar het kan ook als je 75, 80 bent. Het is gezellig. Nou ja, zeker op dagen zoals dit, lekker even een balletje slaan. Daarna op een terrasje bij de club lekker nog wat drinken of even een hapje eten. Ja, het is gewoon een geweldige sport. Het geplande transport van kernafval vanuit Borselen naar het Franse La Haak kan volgende week mogelijk niet doorgaan. De burgemeester van Gent vindt het transport door zijn stad te gevaarlijk. Volgens de Belgische spoorwegmaatschappij bestaat er geen alternatieve route. Een woordvoerster van EPZ, de exploitant van de kerncentrale, laat weten de zaak rustig af te wachten. Het is al 3 jaar geleden dat het laatste kerntransport vanuit Borselen heeft plaatsgevonden. Buongiorno. Benvenuti al comune di Wissekerke. Italiaans bezoek in Wissekerke. Paolo en zijn familie zijn hier omdat hun opa in de oorlog krijgsgevangene was van de Duitsers. Hij zat samen met nog 2 Italianen ondergedoken op deze boerderij in Kamperland. Zijn familie wil graag meer weten over die tijd. Ze zijn hier om plekken te bezoeken waar hun opa ongeveer 70 jaar geleden zat. De ministerraad heeft ingestemd dat jongeren vanaf hun 17e al mogen autorijden. Wat vindt u? 17-jarigen? Nou, vind ik eerlijk gezegd geen goed plan. Ja, dat vind ik goed. In Amerika is het vanaf 16, hè? Meestal dan, als jongen ben, dan ga je gelijk stoeren en zo. Dan rij je hartstikke hard en zo. Dus ik weet niet of dat verstandig is. Je kan niet vroeg genoeg ermee beginnen. Maar eigenlijk hoort het niet in Nederland, vind ik. Het is te druk. Als je nou in het buitenland zou wonen waar wat minder druk is. Ja, ik vind het nog wel een beetje te jong, hoor. Want ja, je hoort op het nieuws vaak jonge mensen die al ongeluk krijgen en zo. En ja, dan gaan ze nog veel jongen. Dat is gewoon niet goed, nee. Maar hoe oud ben jij? Ik ben 15. Dus wat ga je over 2 jaar doen? Nog geen auto rijden.